De PlayStation 5 is binnen en om dat te vieren heeft Rockstar, zo lijkt het wel, een nieuwe heist aangekondigd in een nieuw gebied. Heel erg cool, we gaan het er nu over hebben met Martin. Ja. Hier, ze waren van de zomer al een beetje aan het teasen van hey, er komt de grootste GTA Online update ooit aan. En daar komt hij dan. 15 december kunnen we met z'n allen, of in je eentje, de Cayo Perico gaan spelen. Een nieuwe heist speelt zich af op een privé-eiland, oftewel een nieuw gebied in de wereld van GTA Online. Ja, Cayo Perico inderdaad. Het is gewoon een nieuw gebied eigenlijk, hè. Het is nog een beetje onduidelijk of we buiten de heist om daar ook kunnen komen. Maar het is wel duidelijk dat je daar met een onderzeeër naartoe moet gaan. Zoals we in de trailer hebben kunnen zien. En onderzeeërs die gaan ook een wat grotere rol krijgen in deze update. Ja, je kan het gebruiken als hoofdkwartier. En je hebt dus een zwaar bewapende onderzeeër. Hoeveel GTA dollars die gaat kosten is nog onbekend, maar dat zal niet goedkoop zijn. Voor de rest, ja, dus een nieuw gebied in GTA Online. We hebben natuurlijk al van alles kunnen overvallen in de afgelopen heist, zoals banken, casino's, maar nu dus een zwaar bewaakt privé-eiland. En dat is natuurlijk nieuw, dat is dope. En het meest opvallende is misschien toch wel, je kan dit samen spelen met drie maten, maar nu ook voor het eerst solo. Ja, en dat vind ik echt een hele toffe upgrade eigenlijk aan die heist. Want heist zijn natuurlijk superleuk om te spelen, maar soms is het een beetje lastig om echt vrienden erbij te vinden die daadwerkelijk ook zo ver zijn als jou of gewoon überhaupt beschikbaar zijn. Ja. Voor mij is dat altijd wel een beetje lastig, want die game is zo oud. Er zijn zoveel mensen die zijn op dat moment net even bezig met FIFA of met Call of Duty of met iets anders, weet je. Dus het is altijd een beetje moeilijk om echt een teampie bij elkaar te vinden. Dus om hem solo te spelen vind ik echt persoonlijk een hele goede oplossing. Ja, ik vind het ook heel dope, want ik wil juist met dit soort dingen wil ik ook een beetje mijn eigen tempo bepalen. En als je dit gaat samenspelen met Enno bijvoorbeeld, die zit de hele tijd in je oren te roepen wat je moet gaan doen. Nee, ik wil zelf kunnen bepalen wat ik met zo'n heist wil gaan doen. Dus voor mij is het echt ideaal. 15 december is ook een lekkere periode, maar wel vlak na Cyberpunk. Dus er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Maar natuurlijk krijgen we niet alleen een nieuwe heist. Er komen ook wat andere nieuwe dingen in GTA Online. Sowieso krijgen we 100 nieuwe nummertjes voor de radio. Komen er een paar nieuwe voertuigen bij, nieuwe auto's. Dus genoeg te beleven straks weer in GTA Online. Maar, cheered. Zeker. We hebben ook nog een next-gen GTA die eraan zit te komen. Ja, ik zei het net al. We hebben natuurlijk allemaal de PlayStation 5. Als je geluk hebt tenminste. Wij hebben er wel eentje. Je kunt al gewoon GTA 5 spelen op je PlayStation 5 of op je Xbox Series X. Alleen het is nog niet de versie die er speciaal voor is gemaakt. En je kunt er wel wat verbeteringen verwachten in de late tijden en dat soort dingen. Dus dat is sowieso een voordeel. Alleen er komt dus nog een speciale versie voor de next-gen consoles, dus voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X. En die komt pas tweede helft van 2021, dus volgend jaar pas. Ja, dat laat nog even op zich wachten. Om een soort van pleister op te wonden en je speelt op de PlayStation 5 of PlayStation 4, dan krijg je elke maand totdat deze versie uit is op de PlayStation 5, krijg je sowieso een zootje GTA dollars van Rockstar cadeau, zodat je alvast lekker kan sparen. Ja, een miljoen. Dat is echt wel sick hoor. Daar kan je wel denk ik wel na een paar keer een dikke onderzeeër van kopen. Ja. Dat is, dus, volgens mij is dat $20 in echt geld. Dus dat is aardig wat. Dus je kan je aardig wat sparen. Maar wat krijgen we dan in die next-gen versie van GTA 5? Sowieso voor de PlayStation 5 bezitters komt er... sowieso als je een next-gen console bezit, komt een standalone versie van GTA Online. Als je een PlayStation 5 hebt, is die in de eerste 3 maanden sowieso gratis te claimen met PlayStation Plus. En... wat kunnen we nog meer verwachten van die next-gen versie? Sowieso, hij gaat er beter uitzien. Hogere framerates. Er zullen meer vegetatie zal toegevoegd worden. Het zal naar de huidige standaarden gedeeld worden. Een game die al sinds 2013 uit is. Hoe lang is hij al uit? Ja, hij is eigenlijk gemaakt voor de PlayStation 3 en voor de Xbox. Hè. Toen hebben ze een update gemaakt voor de nieuwe generatie consoles in de PlayStation 4 en de Xbox One. Maar dit is waarschijnlijk wat ze ook gaan doen met de volgende generatie consoles. Dus met de PlayStation 5 en Xbox Series X. Dus dat wil zeggen dat ze de grafische spektakels gaan ze natuurlijk omhoog zetten. Ik denk dat ze raytracing toe gaan voegen. Maar weet je nog dat we vorige keer in één keer die first person mode toe
toegevoegd kregen. Ja. En dat er allemaal andere nieuwe dingen in zaten. Ik denk dat, dat we echt meer kunnen verwachten van GTA 5 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X. Gewoon puur omdat Rockstar het een beetje moet verantwoorden eigenlijk om daar weer een keer het volle pond voor te gaan vragen. Want dat gaan ze sowieso denk ik wel doen, hè? Ja, nou ja, het is natuurlijk nog even afwachten wat ze gaan doen. Er is nog veel onduidelijk omtrent GTA 5 op de next-gen consoles. Heel veel weten wij ook nog niet, dus hopelijk kunnen we jou binnenkort meer antwoorden geven op al deze vragen. En één vraag die ons ook niet hoeft te stellen is: wanneer kunnen we aan de slag met GTA 6? Want dat weten ook wij nog niet. Dat weet volgens mij waarschijnlijk gaat het nog heel erg lang duren. Waarschijnlijk wel, ja. Ja, ze gaan nog wel even lekker op deze GTA Online trein. Dus ik denk dat, als je GTA wil spelen, dan zit je sowieso de komende maanden, jaren, denk ik nog wel op GTA Online en GTA 5. Goed, vond je dit nou een fijne video? En wil jij meer van dit soort video's zien? Dan kan je ons heel erg helpen door op de abonneerknop te drukken en specifiek op het belletje. Want wij zien in onze data, en daar zitten wij elke maandag sowieso in, daar zitten we een grote vergadering met al het kijken en zien wij, heel veel mensen zien onze video's, maar die zijn nog helemaal niet geabonneerd. Nou ja, wil je dat we meer van dit soort video's kunnen maken? Om jou meer te laten weten over bijvoorbeeld GTA Online, GTA 5 op de PlayStation 5 en Xbox Series X, druk erop. Daar worden wij gelukkig van. Echt waar.